In deze film maken we een tekst met rechte hoeken. Wanneer je een randje wil maken om een tekst, dan zul je al snel ergens tegenaan lopen. Laat ik gewoon even als voorbeeld een eenvoudige tekst maken, die ik dan heel afgezaagd rechte hoeken noem. Wil je hier nu een lijntje omheen zetten, dan zou dat kunnen via het laagstijlen menu. Je kunt dubbelklikken op de tekstlaag in een leeg stuk en dan krijg je het laagstijlen menu voor je. En dan heb je daar een lijn staan. Vink je het aan en klik je erop, dan heb je de opties. Nou, zeg dat ik bijvoorbeeld een geel lijntje eromheen wil. De grootte, die vind ik in dit geval goed, en de dekking is 100%. Ik klik even op oké OK en het lijkt alsof dit allemaal wel goed is, totdat je inzoomt. De bovenkant van deze K heeft rechte hoeken, maar het lijntje eromheen dat is eigenlijk gebogen. En dat is zonde, want ik wil dat eigenlijk ook gewoon strak hebben, zoals de letter zelf. Dat zal je met de lijnoptie in laagstijlen menu niet gaan lukken. Dat zal altijd een klein beetje deze ronde vorm eromheen houden. Maar er is een manier om dat te omzeilen. Ik zet het effect even uit en ik ga om te beginnen deze laag even dupliceren met de optie Ctrl J. En waarom doe ik dat? Nou, ik moet namelijk een stap gaan maken waarbij ik eigenlijk gewoon mijn letters kwijtraak. Ik ga er een vorm van maken. Dus als ik hem met rechts opklik, dan heb ik hier de optie omzetten in vorm. En het nadeel is, de effecten die kan ik wel weggooien. Maar het nadeel van deze vorm is, is dat ik hem niet meer aan kan passen. Dus als ik bijvoorbeeld mijn tekst wil veranderen, dan zou dat niet in deze vorm kunnen. En daarom hou ik dus gewoon even deze originele letters erbij, zodat ik dat aan kan passen. En dan kan ik verder met de stappen die ik nu aan het doen ben. Dit is dus een vorm. Je ziet ook gewoon in het lage paneel de inhoud van de laag en een klein vierkantje erbij dat het een vorm is. En als je nu een vormgereedschap selecteert, zoals dit pijltje hier, dan is het niet helemaal goed te zien. Maar dit is dus een vorm. Laat ik even de opties voor vormen wat dikker maken zodat je ze wat beter ziet. Je ziet dus gewoon. Het blauwe lijntje eromheen, dat is de vorm die we gedefinieerd hebben. In deze vorm kan ik dus verschillende opties hebben. Je hebt om te beginnen de optie waarmee je vorm gevuld is. Dat vind je hierboven. En je kunt een andere kleur selecteren. Laat ik deze nemen. En je hebt daar dus de optie lijn bij staan. En in dit geval staat hij in het wit met een rode strepen erheen. Dat betekent transparant, maar je kan ook gewoon een kleur kiezen. En ik kan daarnaast een dikte uitzoeken voor die kleur. En je ziet, hij valt keurig binnen mijn vorm. Ik ga toch weer even de outline wat kleiner maken. Dan valt het allemaal wat beter op. Maar ik heb ook opties om deze outline, deze lijn eromheen, aan de buitenkant neer te leggen. En dat doe je hier bij dit stukje. Je hebt hier bijvoorbeeld uitlijnen staan en daar heb je drie opties. Nu staat hij aan de binnenkant. Je kunt ook zeggen van zet hem op de rand. En je kunt ook zeggen, zet hem aan de buitenkant. En je ziet al bij mijn K wat er gebeurt. En ook bij de H. Ik krijg keurig rechte hoeken. Je hebt nog wat meer opties. Als je daarop klikt, dan krijg je dat bijvoorbeeld voor je neus. Je zou zelf een lijn kunnen gaan samenstellen. Maar je kunt ook zeggen van, ik wil de hoeken toch nog rond hebben. Het kan gewoon. Ook bij vorm. Of met een schuine kant zoals deze. Laat ik even gewoon voor rechte hoeken kiezen. En als je zegt ik wil geen vulling, ook dat is een optie. Kies bij de vulkleur gewoon het witte vierkantje met een rode streep. Je kunt ook een gradient kiezen of, of wat je wil. En je hebt op deze manier gewoon rechte hoeken rondom je letters staan. Zo eenvoudig is het. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei!